Is met de coronacrisis ook de eindtijd begonnen? Welkom bij Uitgelegd Special. Goedenavond. Met de uitbraak van het coronavirus steken ook tal van theorieën de kop op over het aanbreken van de eindtijd. Ook veel christenen kijken met angst naar de gebeurtenissen en vragen zich af wat er verder gaat gebeuren. Het komende half uur kijken we naar wat de Bijbel zegt over besmettelijke ziekten als corona in het licht van de eindtijd. En wat we hiervan kunnen leren. In de studio Orlando Bottenblij, dominee van de Baptiste gemeente De Verbinding in Amsterdam. En spreker, mentor en schrijver Jan Pol. Heren, van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Meneer Pol, de laatste maanden, hoe zou u die willen omschrijven? Oh, turbulent. Uh, je ziet verschillende dingen altijd in een, uh, in een crisis. Yeah. Japans uh, heeft twee tekens voor het woordje crisis. De eerste is gevaar en de tweede is uh, een kans. Mm -hmm. en dat zie je ook in deze tijd. Dus in eerste instantie zie je dat heel veel mensen bang zijn, zich zorgen maken in zo'n situatie. Yeah. En op een bepaald moment zie je ook dat we weer creatief worden, dat we kansen zien. Yeah. Dus beide zie je gelijk eigenlijk uh, opgaan op dit moment. Yeah. Meneer Bottomley, wat ervaart u in deze weken? Dat je aan de ene kant merkt dat mensen soms uh, wanhopig zijn... We leven in een maatschappij, in een wereld waarin we dachten dat alles maakbaar was. De sky is the limit. En we zien hoe het uh, mensen in de handen afbreekt. En tegelijkertijd de bevestiging nogmaals. Uh, dat uh, vanuit het geloven weten dat God alles in handen heeft en onder controle. Mm. En dat geeft volgelingen van Jezus een enorme troost en zekerheid. Yeah. En de rust en de vrede die we ervaren. En dan sluit ik me helemaal aan bij wat uh, Jan zegt. Namelijk moeilijkheden kunnen nieuwe mogelijkheden openen. Ja. En ik denk dat dat een geweldige uitdaging is. Ja, meneer Paul, er uh, 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 doen veel complottheorieën de ronde met, met 5G, met Bill Gates. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, hoe kijk ik? Ik heb daar een, een filmpje over gemaakt. Ja. Dat heeft me wel zorgen gebaard, omdat ik denk dat het heel veel onrust brengt. En uh, ten onrechte worden mensen al veroordeeld om iets waar nog helemaal geen bewijs van is. Dus ik vind dat je er heel voorzichtig mee moet, mm. uh, moet zijn. Ja, en waarom zou je het doen? Ja, toch zeggen veel christenen, we moeten waakzaam zijn. Ja. Dus let op de tekenen der tijd. Ja. Valt dit daar ook onder? Ja, ik vind waakzaam zijn wat anders dan, dan mensen oordelen of veroordelen. Mm -hmm. En uh, dus natuurlijk moeten we waakzaam zijn en dingen in de gaten houden. Uh, maar dit gaat mij wat te ver om uh, al helemaal te denken in complottheorieën. Ja, dus daar moeten we ons niet aan wagen. Dat vind ik niet persoonlijk, nee. Nee. En nee. Nee. Bnottebeleid, nee. Ziet, ziet u angst en onzekerheid bij christenen tijdens deze corona? Ja, jammer genoeg ook. Ja? Jammer genoeg ook, ja, zeker. Maar eventjes inspelend op uh, wat jij, Jan, zegt. Ik denk dat het juist goed zou zijn om als gelovige bewust afstand te nemen van allerlei complottheorieën. Hmm. Want dan ga je meer focussen op de theorieën. Dan in ieder geval in het woord van God. Ja. Dat, dat, dat heel duidelijk spreekt. En ik vind juist het zo mooi dat je merkt dat als de Bijbel spreekt, en met name de Heer Jezus, over de tekenen van de eindtijd. dat het niet gaat om complottheorieën, maar dat het meer gaat om. hou je ogen open, waarbij je niet gefocust blijft op alles wat er gebeurt. maar dat je gefocust blijft op Hem. Ja. Snap je? En, en dat ja. komt op een prachtige manier tot uiting, met name in het Matthäus-evangelie. Ja. Ja. U, u bent voorganger, u ziet uw gemeente, denk ik niet nu. Uh, en, en bent digitaal met ze verbonden. Ja. Wat doet dat met ze? Um, er zijn twee, twee zaken die spelen. Zo net hadden we over moeilijkheden en ja. nieuwe mogelijkheden. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat je elkaar niet kunt zien, niet kan aanraken, elkaar kan huggen. Mm -hmm. Dat is een gemis voor iedereen. Dus, en dat horen we breed in de gemeente, maar niet alleen maar bij ons in de gemeente. Ik denk dat gelovigen in het algemeen natuurlijk gemeenschapsmensen zijn. Zo heeft God het ook bedoeld. Maar tegelijkertijd, moet ik zeggen, zien we verschrikkelijk veel kansen en mogelijkheden om digitaal mensen des te meer aan elkaar te verbinden. Je zou zeggen dat de behoefte, het verlangen. Tot, de, tot contact. Ja. Alleen maar toeneemt in deze tijd. Want we merken natuurlijk een explosie van eenzaamheid die er ontstaat in de maatschappij en de wereld. En dan is het mooi dat wij de kansen die digitaal mogelijk zijn benutten om mensen te leren met elkaar verbonden te blijven. Ja, maar meneer Pols, zou dat de bodem kunnen zijn voor we ontmoeten elkaar niet meer in de kerk. We, we kunnen niet meer samenkomen. Dat mensen thuis nadenken, gaan nadenken over van alles. En dan in die complottheorieën. Verzonden? Uh, ja, ik weet niet of, die, of je die conclusie kunt maken. Ja. Maar Complottheorieën zijn, als je psychologen kijkt, de onderzoekers die zeggen dat het vaak mensen zijn die wel erg bang zijn. Dus, dus vanuit angst ontstaan vaak complottheorieën. Ja. Mm -hmm. En uh, dan ga je dus lopen piekeren van, hé, hey, waar komt dat vandaan? En, uh, en heel veel mensen raken juist aan als ze al dat soort dingen horen en lezen op Facebook en alle andere sociale media... Die worden alleen nog maar banger zeg maar, over de tijd waarin we leven. Met ja. Begrijpt u die angst voor niet-christenen? Als je nergens in gelooft. Dat, dat begrijp ik zeker. Ik, ik ben ook uh, een lange periode in mijn leven geen christen geweest. Ja? En dus ik weet waar je allemaal uh, angstig voor kunt, uh, kunt zijn. Hm. Maar ook als christen begrijp ik dat. Ja. Dus uh, ik heb als christen, ook als leider, uh, ook wel periodes van angst even goed nog gekend in mijn, uh, in mijn leven. Dus ik begrijp best dat mensen zich ook. Als Christen ja. dat je wat angstig wordt door zo'n coronacrisis. Maar ik denk dat dat ook, namelijk voor mij het grote verschil is tussen een gelovige en dan noem ik hem gelovig het liefst: een volgeling van Jezus. Mm. En mensen die ervoor gekozen hebben om hun leven in eigen hand te nemen. Kijk, mm. het moment dat ik iets in eigen hand moet nemen, en ik merk, het breekt me bij de handen af, want het, het komt van alle kanten op me af dan maakt het je iedereen zenuwachtig. Ja. Ik denk, ieder mens vergaat dat. Maar als ik weet dat mijn leven in Gods hand geborgen is... omdat hij het begin en het eind is... Weet je, dan, dan maakt het dat je rust en vrede ervaart van binnen. Je, je sluit je verstand niet af, je houdt je ogen open... En, en ziet wat er gebeurt. Maar laten we dan even gaan naar een van de theorieën... die onder christenen ook de ronde doet. En dat is dat uh, dit het begin van de eindtijd is. Deelt u die mening? Ik, en, uh, maar dan maak je een stap namelijk naar uh, complottheorieën naar uh, coronacrisis. Ja? Ik geloof zelf dat uh, de coronacrisis zie ik in het kader van Gods masterplan. Zo heb ik het voor mezelf genoemd. En dan als ik terugkijk naar de vraag die de discipelen aan Jezus stelt: wat is het teken van uw komst en wat is het teken van uh, uh, het einde van de wereld? Dan spreekt de Heer Jezus in dat kader over verschillende tekenen. En dan noemt Hij onder andere ook besmettelijke ziekten. Ja. Maar dan moet je het niet zien als daarop gefocust, maar dat het ergens naartoe wijst. En dat kun je ook niet één op één naast elkaar leggen, dan? Nou, eh, kijk, het moment dat je dat gaat doen, dan ga je de coronacrisis als het ware verheffen tot het. Terwijl het een aspect is. Ja. Wel een aspect waar ik zeker ook in verschillende toespraken op inga. Die ons laten zien dat we te maken hebben met ontwikkelingen die plaatsvinden wereldwijd. die wijzen op het feit dat we steeds dichter bij de wederkomst van Jezus zijn. Ja, in in Matthäus 24 lezen we over weeën die zullen ja. gebeuren. Ja. Uh, nou, we zien om ons heen nu uh, springgaande plagen in, uh, in Afrika. Ja. Uh, we zien uh, stormen, uh, epidemieën, coronacrisis. Ja. Ja. En dat die ween? ja, zeker, ja, zeker. Ik zie inderdaad een. Uh, kijk, de heer Jezus noemt vier dingen. Hij noemt oorlogen, hij noemt hongersnoden, hij noemt een, een, aardbevingen en hij noemt besmettelijke ziekten. Ik denk dat we er niet onderuit kunnen dat de coronacrisis meer dan welke andere besmettelijke ziekte. Waarmee we te maken hebben gehad en nog steeds te maken hebben. Jan noemt het op een prachtige manier in een toespraak van hem. Noemt hij verschillende eh, epidemieën die er zijn geweest in de loop van de eeuwen. Maar de coronacrisis heeft een enorme impact. Meer wereldwijd, meer dan welke andere besmettelijke ziekte. Maar het prachtige ervan is, als Jezus zegt het is het begin van de weeën. Dan ben ik er zelf van overtuigd dat hij twee dingen voor ogen heeft. Hij heeft namelijk een zwangere vrouw voor het oog. Vandaar dat hij het beeld gebruikt. En een zwangere vrouw is niet gericht op de weeën. Ze is gericht op het kind dat geboren ja, zal worden. Ze moet door die weeën heen. Klopt. Dus de vraag is: ben je gericht op de weeën of ben je gericht ja. op de boodschap van de Heer Jezus' wederkomst? Ja, ja, is ja. Zeker, zeker een mooi beeld. Uh, u noemt uh, deze coronacrisis een storm waar we in zitten. Ja. Waarom? Dan nou, vind je niet dat het storm dan? Ja, maar kunt u dat uitleggen? <laughs> ja, natuurlijk. Ja, kijk, een storm is voor mij uh, iets wat ons overkomt mm -hmm. en, uh, en, en wat beweging geeft, hè, wat, wat chaos ook, uh, ook geeft. Dus in die zin zie ik deze coronacrisis als een, als een behoorlijke storm uh, die plaatsvindt. Ja, waarvan we en niet die... weten wanneer die over is. Nee, dat is onzeker. En dat zie je ook in de Bijbel natuurlijk terug. Dat, dat, uh, ik, ik heb het voorbeeld gegeven van Paulus, die in uh, Handelingen 27 ook in een storm terechtkomt. Ja. En God maakt hem dan duidelijk: joh, je komt er uiteindelijk gezond uit en ook de bemanning. Maar je moet wel door die hele storm heen. Het schip zal vergaan. Dus met ja. andere woorden, deze storm zal wel schade aanrichten. Ja. Maar je komt er uiteindelijk wel doorheen. En uh, deze storm, ja, uh, ik zie ook nog geen eindpunt. Ja. Hè, dus we weten niet hoe lang het, uh, het duurt. En wel belangrijk is om in die storm uiteindelijk te focussen op Jezus. Mm -hmm. He, dus dat zie je ook bij de, bij de discipelen die op moment in een storm terechtkomen. En dan komt Jezus aanlopen over het water. Ja. En dan gelijk de uitdrukking een spook. He, we zien altijd in alles gelijk de duivel. He, een spook. Maar dan is het Jezus. En dan zegt hij die prachtige woorden. En dan zegt hij, wees niet bang. Ik ben het, staat er in het Nederlands. In het Griek staat er, ik ben. Hé, en dat, dat is afgeleid van: van Ja, wij, ik ben. Mm -hmm. En dus die ontzagwekkende God, die maakt duidelijk, jongens, rustig. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben. En zou dat de basishouding voor christenen moeten zijn dan? Zicht ja, zeker. op Jezus. Jazeker. Dat is het de enige, denk ik, het de enige ja. fundament wat we met elkaar hebben. dan kun je alles. Maar daarom dat ik ook die woorden van Jezus zo prachtig vind dat hij het beeld van de weeën gebruikt. Omdat hij ons wil richten op. Zijn wederkomst. Mm. Het kind dat komt. Uh, uh, in, in, bij die zwangere ja. vrouw. Ja. En, uh, wat Jan ook naar voren brengt. Kijk, niet alleen maar de coronacrisis is natuurlijk zo'n storm. Uh, wij in Nederland en in Europa hebben nauwelijks te maken met uh, aardbevingen. Ja, een beetje in Groningen. Maar voor de mensen in Groningen is het heel ernstig. En als je denkt aan al die andere. Um, aardbevingen die er zijn wereldwijd, of mensen die in de oorlogcrisis uh, terechtkomen, ja. of mensen die hongersnoden meemaken, wat we zien opkomen, mede door de coronacrisis, straks ook in Afrika, nog veel erger. Het zijn allemaal stormen waar een, een, ook een kind van God doorheen gaat. En dan is inderdaad de vraag: waar zijn we op gericht? Ja. Dan ben ik ervan overtuigd dat als wij niet gericht blijven op Jezus en de belofte die hij doet, dat je vergaat. Dat je precies zo wanhopig en angstig wordt. Als. Maar ze gaan allemaal er doorheen. Ja. 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 Ook al raakt die storm je eigen leven soms. Ja. Die heeft mij ook geraakt. Deze storm. U heeft... dus ik heb een milde vorm van corona gehad. Ja? Maar mijn vrouw is vrij ernstig ziek geweest. Dus ja. op het nippertje niet opgenomen. Het was uh, net aan. Ja. En, uh, en de naweeën van, van die corona merken we ook nog steeds in het leven van... Uh, maar als je daar, daar middenin zit. In het oog van die storm. Ja. Wat, wat ja. doet dat dan met je? Ja, in het oog van die storm, daar is rust. Hè? Ja. Daar, is, daar is natuurlijk het mysterie. Wat, wat, wat je niet met je verstand kunt, uh, kunt begrijpen. Eh, als Jezus spreekt over, over een vrede die Hij geeft, dan is dat niet een vrede, zeg maar, uh, omdat de omstandigheden zo gunstig zijn. Maar dan is het een vrede die ondanks de omstandigheden waarin we verkeren, dat we evengoed die vrede kunnen ervaren. Ja. Mm -hmm. En die vrede is natuurlijk de aanwezigheid van de vredevorst. Dat is Jezus ja. in, in ons leven. Ja. We, we hebben het meegemaakt bij ons in de gemeente in Amsterdam, dat er een zuster vrij kort na deze crisis is uitgebroken. Dat ze inderdaad aan corona is overleden. Uh -huh. En een andere jongere broeder. die drie weken op de intensive keer in slaap is gehouden. En heeft een dochter met wie ik iedere dag contact had. om er door deze periode heen te leiden. Ja. Zoals zij als de vader kennen, de Heer Jezus. God is wel genadig geweest. Hij is uit die crisis vandaan gekomen. en is goed herstellend. Dus ik denk dat, dat je op alle mogelijke manieren. als gelovige. niet altijd gespaard wordt nee. voor die stormen. Voor wat er gebeurt. Dus al die tekenen van de tijd snijden soms diep, uh, diep in. En de ene maakt het op deze manier mee, zoals Jan en zijn vrouw het beleefd hebben. We hebben een zwaar uh, gehandicapte zoon, uh, die niet ziet, niet, uh, niet hoort vanaf zijn geboorte. Mm -hmm. Nou, ik moet zeggen, het snijdt behoorlijk diep in dat we hem nu elf weken niet hebben mogen zien. Ja niet hebben mogen aanraken. Ja, want dat zijn de gevolgen ja. van de coronacrisis. Een ander gevolg Zeker. is dat we niet, u zei het al, bij elkaar kunnen komen ja. in de gemeente. Um, drie maanden inmiddels. Ja. Is, is dat erg? Dat we niet met elkaar in een kerkgebouw kunnen? Ja, ik vind het persoonlijk erg. Ja? Ja, omdat ik geloof dat, dat kerk zijn is juist ook gezin van God zijn. Mm -hmm. Dat betekent dat we in contact met elkaar zijn, een relatie met elkaar zijn. Dat we elkaar inderdaad aanraken. En dat ik niet alleen fysiek, maar dat we elkaar ook emotioneel aanraken, geestelijk aanraken. Ja. He, dus het, het woordje samen komt meer dan vijftig keer voor elkaar in, in het Nieuw Testament. Zijn, zijn kerken dan te snel overstag gegaan met de kerkdeuren dicht te doen? Nee, je, je moet gewoon uh, luisteren naar de, naar de beslissingen van de overheid natuurlijk. Ja, maar je, je moet ook luisteren, luisteren naar God. Ja, maar er staat niet in, in de Bijbel een gebod over uh, dat, dat we zeg maar, in de coronacrisis bij elkaar moeten blijven komen. En dus ik vind dat je, dat je de overheid moet respecteren en eren. En ik geloof ook dat ze goede besluiten hebben genomen. Ja. Maar dat het niet alleen, ik vind ook dat het uh, te maken heeft met de verantwoordelijkheid die je draagt naar elkaar. Ja. Kijk, als, als, als besmetting mogelijk is, dan kan ik uh, niet zeggen, ik moet God gehoorzamen, omdat er een kerkdienst uh, moet plaatsvinden. De Heer geeft ook een stukje verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Ja. Ja. Dus in dat opzicht uh, vind ik... Dat dat er op een wijze manier door de kerken is, uh, is gehandeld. Ja, dan zijn iets, an ja. iets anders is het dat ik denk dat. Ik uh, zag. Uh, gisteren zag ik op de televisie een, een programma van een, uh, de heer Van der Staai. Mm. Uh, waarbij hij ervoor pleit dat de overheid best ook nog veel meer aandacht mag hebben voor wat de kerken eventueel mogen en steeds meer zullen mogen. Ja. Dus ik denk niet dat wij. In een soort gelaten toestand nee, moeten afwachten. Aan de ene kant is het wijs om met maatregelen om te gaan. Ja. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ook als goede burgers, als ja. volgelingen van Jezus. En tegelijkertijd door te moeten kijken: hoe kunnen we deze periode maximaal gebruiken om die gemeenschap toch te bewaren. Ja, nou, nou zijn er ook christenen die zeggen: ja, dit is, dit is ook een teken van die laatste dagen. Dat we als gemeente niet meer bij elkaar mogen komen. Nou, daar geloof ik niet in. Nee. Want, want dit treft iedereen. Dit treft niet alleen maar de kerk. Mm. Dit treft ook de voetbalvereniging, dit treft restaurants en, uh, en weet ik wat. Het is niet puur gericht op de, op de kerk. Ja, Waarbij de overheid wel meer oog heeft voor die voetbalvereniging en dat café dan voor de kerk. Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik, uh, die indruk heb ik niet, om eerlijk nee? te zijn. Nee? Nee, ik geloof dat we, dat we best nog wel een, een zekere vrijheid hebben gekregen tot nu toe. Maar ook we dat, krijgen maar... die vrijheid weer per 1, uh, wat is het, 1 juli, mogen we weer met 100 uh, mensen bij elkaar gaan. Komen. Ja, dus maar het is ook geen verbod, hè? In nee. de zin van de ene groep wel en de andere groep niet. Mm -hmm. Het is een voortdurende zoeken van de overheid en hoef je niet altijd met de overheid eens te zijn... maar het, het niet bij elkaar komen wegens uh, de coronamaatregelen... Ja. Uh, je mag het in een breder perspectief zien. Als ik denk aan de eerste gemeente van de heer Jezus Christus... in handelingen hoofdstukken 8... dan vindt er een, een enorme vervolging plaats... en dan vluchten de gelovigen overal naartoe. Mm. Dus er kan een bepaalde periode zijn... Als je zou zeggen, je mag nooit meer samenkomen, dan zou het inderdaad een teken aan de wand kunnen zijn. Maar dat is niet wat op dit moment speelt. Ja. Nu, nu is het vandaag Pinksterzondag. We zouden bij elkaar zijn in Biddinghuizen voor de opwekkingconferentie, die niet doorgaat, maar in digitale vorm wel. Nou, Is er een commentator die zei, doordat we niet bij elkaar kunnen zijn, ben je meer op jezelf aangewezen en komt het persoonlijk geloof meer tot bloei. Bent u het daarmee eens? Um, ik zou <laughs> willen zeggen. Uh, zelf vind ik dat je persoonlijk geloof altijd. in elke omstandigheid tot bloei. Onafhankelijk moet kunnen komen. On onafhankelijk van een crisis. Dat een crisis het veroorzaakt en versterkt. Allah, dat, dat zou kunnen. Maar zelf vind ik dat je. De gelovigen altijd zodanig moeten onderwijzen en toerusten dat het niet uitmaakt. Want laat ons zeggen, ook wanneer je in, in gewone tijden van geen crisis bij elkaar moet komen, ja. dan ben je als gelovige soms ook op het werk, in je sportvereniging, in de familie, ben je soms ook als, als enige gelovige. Ja. Het is belangrijk dat wij allemaal. Overal waar we komen, elke dag, dat we leesbare brieven van Jezus zijn. Ja, de geur Paul. van Christus verspreiden. Ja, meneer Paul, je kunt je niet meer verschuilen achter zo'n massa bijeenkomst, zeg maar. Dat je daar opgaat in de massa, letterlijk. Ja. Uh, en, en ja, dan kun je makkelijk je geloof beleiden. Ja. Maar goed, je kunt je thuis nou in quarantaine ook makkelijk verschuilen. Hè? Dus ik, ik, ik weet niet wat een ja. gemiddeld kerklid uh, aan relatie met God heeft uh, in, zijn, uh, in, zijn, in, zijn, in zijn huis. Mm -hmm. En het, het gevaar nu is, is ook wel aanwezig dat we opnieuw consumptief zijn en op zondagochtend keurig kijken naar de livestream en dat het verder ook geen uitwerking heeft in ons leven. Ja. Dus in die zin uh, ja, hoop ik niet dat dat gebeurt natuurlijk. Maar uh, voor mij maakt het dus ook geen verschil. Je relatie met, met God is altijd belangrijk. Wel of geen coronacrisis. Hetzelfde, de wederkomst van Jezus, of hij nou dichtbij is of ver weg is. Het, blijft, het is voor mij altijd actueel. Ik moet, elke dag moet ik verwachten dat ik hem ontmoet. Ik, mm -hmm. ik, ik, mijn hart kan nu kloppen, stoppen met kloppen, en dan ga ik hem ook ontmoeten. Ja. Dus voor mij maken die dingen geen verschil. Mijn leven met God is niet afhankelijk uiteindelijk van de situatie waarin ik verkeer. En u zegt dus beide eigenlijk onafhankelijk van een crisis ook. Ja. Dat maakt niet uit dat die crisis nu is. Je moet altijd zo in het leven staan. Het legt wel wat bloot natuurlijk. Zo'n crisis onthult wel ja. hoe het staat met je relatie met God. Mm. Ja. He, dus, uh, ik, had een, ik had een psalm uh, ja. meegenomen, een, een vers waarvan ik dacht van nou, wie weet kom ik eraan toe. Psalm 9 vers 11. Er staat wie uw naam kent, die kan op u vertrouwen. Mm. En dat, dat is een prachtig vers. Die heb ik de afgelopen tijd heb ik daar voor mezelf veel bij stilgestaan. Mm. Hebben we uw naam, hè? dat woordje naam in het Hebrews, dat staat ook dat betekent ook karakter, die uw karakter kent. En kennen is niet hoofdkennis, maar dat is jada. Dat is een intieme relatie. Ja. Dus, dus als we God kennen en een intieme relatie met Hem, dan kunnen we hem ook vertrouwen. Ja. Juist in deze crisis ja, blijkt, laat je zien of je hem werkelijk kent. Want als je hem kent. Dan zul je ook in vertrouwen door deze crisis heen wandelen. Ja, bottom en, 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 ja. even En tegelijkertijd denk ik van het is soms zelfs goed dat zo'n crisis, zo'n storm, zuiverend werkt. Hmm. Zuiverend in ons eigen leven, maar zuiverend ook in de gemeenschap. Ja. Soms kan je beter vertrouwen op een gideonsbende van toegewijde volgelingen van Jezus Christus ja. dan op de massa. Je? Want het heeft meer te maken met uh, zoals Jan het naar voren brengt. Op wat voor manier laten we Jezus in ons ja. leven zien. Het ja, ligt is... niet in de eerste plaats in het aantal. Hoewel we natuurlijk hopen, verwachten en ermee bezig zijn om zoveel mogelijk mensen erbij te laten horen. Ja. Maar het is niet het aantal dat de kracht heeft, maar de kwaliteit van het geloofsleven van de individuele gelovigen en van zo'n gemeenschap. Ja, maar wat zegt u dan tegen uh, een kijker, misschien die thuis nu zit op de bank zonder werk? Een familielid die ziek is. Wat zegt u daar dan tegen? Die crisis is goed voor je? Kijk, het maakt niet uit. Er zijn mensen die ook buiten een crisis hun baan kwijtraken. Er zijn mensen die buiten een crisis ook een ziek thuis kunnen zijn. Het heeft ermee te maken leren we om Christus centraal te stellen in ons hele leven. Ik heb in mijn leven ontzettende stormen meegemaakt. Met mijn ouders, met mijn eigen kinderen, met mijn eigen gezondheid. Ik heb op het randje gelegen van of blijven leven of sterven. En dan heeft het mee te maken, leer ik om mijn leven in zijn hand te leggen. En dan, dan, dan kan het soms zijn dat je door een diep dal gaat, maar ook in dat diepe daal zegt Psalm 23 het zo mooi. Gij zijt bij mij. En dan zie je hoe de Heer ons uitleidt. Want het zijn we leven, het zijn we sterven, zegt Gods woord zo mooi. We zijn het eigendom van de Heer. En dat zou ik iedereen willen toeroepen. Ja, ook, ook de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt hè? en het bedrijf dat failliet geraakt is. Van, ja. Laat dat niet jouw hoofd vast zijn. Ja. ja want het is, meneer Pol in, in, in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig. Ja. Maar geduld kan ook een keer opraken. Uh, menselijk geduld wel. Ja. 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 Maar als het geduld in jou een vrucht van de geest is, mm. hè, die, die in ons woont, dan gaat dat geduld gewoon. Uh, dat, dat is blijvend uiteindelijk. Ja. Ja. Heeft u praktische tips voor, voor, voor mensen die eh, daarmee worstelen hoe ze hun persoonlijk geloof kunnen opbouwen? Uh, ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar vertellen hoe ik dat, hoe ik dat zelf doe. Ja, ik graag. doe ik, hè? Dus uh, uh, ik heb ook crisis in mijn leven meegemaakt. Ik ervaar dit voor mezelf niet zozeer als een, als een crisis. Ik ben wel door persoonlijke crisis heen gegaan. En uh, ik put altijd heel veel uh, moed uit de psalmen. He, dus uh, ik lees gewoon standaard elke dag lees ik een psalm. Ja. En in, als ik in een crisistijd zit, lees ik gewoon wat meer psalmen. He, de psalmen, daar, daar zit alles in. Mm. He, daar zit het verdriet in, daar zit angst in, daar, daar zit de storm in. Maar er zit ook hoop in, daar zit ook geloof in, daar zit ook vertrouwen in. He, dus ik, ik hou elke dag heel trouw in mijn, mijn stille tijd. Sommige mensen noemen het wetties, ik noem het gewoon een prachtige gewoonte. En, en daarin verstevig ik mijn relatie met God. Mm. Eh, dus elke dag wijd ik mezelf toe aan God. Ik lees een stuk uit de Bijbel, meestal opnieuw in de Psalmen, yeah. een stukje Nieuw Testament. En daarna ga ik met God in, uh, in gesprek over alles wat me, me bezighoudt. Yeah. Psalmen als voedsel voor de ziel. Ja, zeker. Ja. Maar, maar, maar even, ja, ja? Ik, ik sluit me helemaal erbij aan. Kijk, ik, ik kan me niet voorstellen, maar ook niet in een crisis... maar ook als er geen crisis is... dat je niet je relatie dagelijks met Jezus onderhoudt. Voor mij begint het bij wijze van spreken bij het ontwaken. Dan lig ik nog in bed, onder mijn dekbed... en dan begin ik al goedemorgen te zeggen. En dan mag ik de dag door spreken met de heren. En wat Jan zegt, het lezen van het woord. Ik denk... Als wij mensen mogen aanmoedigen, dat zou het zijn. Leer om het tot een heilige gewoonte te maken om iedere dag het woord van God te openen. Mm. Het, het is het, een ontmoeten van de Heer, leer om hem te betrekken. Bij al je doen en laten van iedere dag. En als derde punt zou ik zeggen. Leer om je ook nu in deze periode. Ook al zou het digitaal moeten zijn. Je te verbinden met andere gelovigen. We merken dat mensen soms zo actief zijn. in hun bedrijf, in hun sport, in hun recreatiemogelijkheden. En dat vaak de zondag, als er geen crisis is. dat men het bezoeken van de kerkdienst niet serieus neemt. Ja. Dan zou ik zeggen. Laat die omslag plaatsvinden en zoek de gemeenschap. Want daarin mogen we elkaar bemoedigen, elkaar vertroosten, elkaar steunen, elkaar dragen. Oh ja. Ik vind dat geweldige kansen, mogelijkheden. Meneer Paul, ik hoorde een predikant zeggen, we zijn wel druk nu voor ons dagelijks brood. We, we, we vragen ons af of de bakker wel open blijft en hoe we daar het brood kunnen halen. Maar niet om het uh, geestelijk voedsel. Ja, en dat is, dat is in mijn ogen belangrijk. Natuurlijk heb ik ook elke ja. dag mijn vaste, mijn gewone voedsel nodig. Maar voor mij is mijn geestelijk voedsel, uh, daar begin ik ook mijn dag mm. mee. Dus voordat ik uh, ga eten, uh, ga ik altijd eerst de Bijbel in. Ja, dat is ja, een mooi. gewoonte die ik uh, mezelf heb eigen gemaakt. Ik wil ja. eerst mijn geest voeden mooi. en daarna en, wil ik mijn lichaam voeden. En, en dat heeft inderdaad ook mee te maken van en, uh, wat Jan naar voren brengt en wat ik ook in mijn eigen leven mag uh, beleven. Dat je begint elke dag met een goed ontbijt: mm. zowel een lekker stuk brood, maar ook. Het woord van God. Ja. Dat je zowel het fysieke als het geestelijke ontbijt tot je mag nemen. En dan hebben we een lunch nodig. En dan hebben we een diner nodig aan, de, aan het eind van de dag. Nou, zo mogen we ook als kind van God leren om ons op een goede manier te voeden. Zodat we niet geestelijk onder voeten raken. Ja, mooi. Ja. mooi advies. We, we, zoals gezegd, we vieren vandaag Pinksteren. Uh, het, geest, uh, het, uh, het feest van de uitstorting van de, van de Heilige Geest. De kerkdeuren zijn dicht. Hoe kunnen we dat vieren? Doen we dat buiten? Oh, meneer Bottenblij. Ja. Uh, bij ons is het zo dat wij proberen om een, uh, met, met, met Pinksteren ook de boodschap van de komst van Christus. Waarbij oh, de, bo de boodschap van de komst van de Heilige Geest te vieren. Waarbij Jezus zegt: Gij zult kracht ontvangen. wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Dus uh, we zoeken ook in deze coronacrisis. naar allerlei wegen. zoals nu ook van opwekking. Ja. Je kunt niet massaal bij elkaar komen. Maar geweldig dat dit besluit is genomen. om het toch digitaal uit te zenden. En ik ben ervan overtuigd dat ook in dit weekend. de duizenden gelovigen. Uh, ...naar Family Seven kijken, naar Grootnieuwsradio luisteren... ...om bemoedigd te worden. En ik denk dat we dat echt nodig hebben. Dus prijs de heer voor deze prachtige mogelijkheid. Ja, meneer Paul, u heeft een vlog geschreven... ...daar roept u de kerk op om op te staan... ...te schitteren en het evangelie te brengen. Ja, juist in deze tijd. Hoe doe je dat nu... <laughs> dat kun je op zoveel manieren doen. Om heel praktisch te worden, hè? Ja? Ik bedoel, iedereen woont in, in een wijk, in een buurt, hè? De, meeste, de meeste mensen. Je kunt je op dat moment afvragen, hè? al die mensen gaan door deze crisis heen, wat kan ik betekenen voor mijn buren? Je kunt bidden voor je buren in de eerste plaats. Je ziet gauw genoeg, of je hoort gauw genoeg uh, dat buren ziek zijn. Je kunt vragen, kan ik boodschappen voor je doen? Je kunt een bosje bloemen kun je langsbrengen. Je kunt een mooie kaart kun je schrijven. Als je merkt dat een, dat een tuin al heel lang niet gedaan is eh, bij wat oudere mensen, dan kun je aanbellen, mm -hmm. anderhalve meter afstand houden ja. en zeggen: Ik zie dat u niet toekomt aan uw tuin. Eh, zal ik uw tuin even, even doen? Dat zijn ook manieren om te schitteren, om ja. zout en zout te zijn. Wordt er Het Ora et Labora, bid en werk. Ja, dat is helemaal klopt. Ja. Maar vooral ook wat ik vind in de omgang met elkaar, want als je hoort wat voor spanningen natuurlijk in huwelijken. En gezinnen plaatsvinden in families. doordat mensen opgesloten zijn geweest. zoveel dagen in huis. gezinnen met kinderen die het ongelooflijk moeilijk hebben gehad. en nog steeds hebben. dan denk ik aan die woorden. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Ik denk. Uh, ik had, uh, van de week had ik uh, iemand uit Duitsland. de voorganger uit Duitsland. aan, aan, aan de lijn. en die zei. één op de drie Duitsers. En, uh, dreigt in een de diepe depressie terecht te komen. Ja. Nou, ik weet niet hoe het in Nederland is, maar ik kan me voorstellen dat juist in deze tijd wij het zoutend zout en het licht mogen zijn voor de mensen om ons heen. Waarom? Omdat wanneer je het van Jezus ontvangt, dan mag je het vanuit je karakter, wie je bent in je relatie tot Christus, mag je het uitstralen. En dat kan soms een vriendelijk woord, een bemoedigend woord. Naast al deze praktische dingen, kan geweldig helpen om tot zegen te zijn en de geur van Christus te verspreiden. Ja, want dat kan ook in die storm dan, meneer Paul, dat er over ons heen komt op dit moment. Ja, ik, opnieuw, ik geloof juist in de storm. Ja. Nu is het nodig dat de kerk opstaat. Nu moeten we. Zout en zout zijn. Mm. Nu, nu heeft deze, deze duistere wereld heeft licht nodig. Mm -hmm. En wij hebben het licht gekregen. Dat is in wezen wat we, wat we vieren natuurlijk met de uitstonding van de Heilige Geest. Dat is, dat is de komst van de Heilige Geest op ons, waardoor wij dat licht in deze wereld kunnen, kunnen zijn. Heren, dank voor dit gesprek. Jan Pol en Orlando Bottenblee. Graag gedaan. Dit was uitgelicht special. U bedankt voor het kijken. Komende dinsdagavond zijn we weer met een reguliere uitgelicht. Om half negen bij Family 7. Een hele fijne avond en graag tot dan. Dag!